Zeg Anneke, ja? Wat sta je daar nu zo vreemd verkleed? Wat heb je allemaal... Wat is dat? Ja, het is Gunther de Fixer. Die heeft mij een paar accessoires gegeven. Ik wist van hem veel, maar die speciale fetish... Wel, ik heb een blinddoek opgekregen. Een blinddoek? Het is de laatste keer voor de bevalling dat ze samen met mij presenteert. Ik ben een beetje verdrietig, maar ook wel blij natuurlijk voor dat mooiste kind. Allee, op één na mooiste kind dat op de wereld zal komen. Uh-huh. Anneke, ja? Er staat iemand aan de deur. Ja. Wie zou dat kunnen zijn? Ja, jongen. Hebben we enig vermoeden? Ik heb een... Nee. Flauw... Ah, Gunther, dat was tegen de micro. Gunther de Fixer, heb jij een vermoeden? Ik heb geen flauw vermoeden. Ik heb een vermoeden, want ik heb het geregeld. Hola. Open de deur, Gunther. Hey, open de deur. Ik ga dat kom maar binnen. Houden, kom maar binnen. Doe nu, Anneke, jouw hoofddoek maar af. Ik durf niet goed. Doe hem maar af. De schoonouders van Anneke zijn binnengekomen. Hortense. Anneke is even van haar melk. Met een mooie bos bloemen, een smile op haar gezicht. Hortense, kom er maar bij de microfoon aan de andere kant. Een innige omhelzing. Wat is dat toch liefdevol, jongens, toch? Ja. Ja, traantjes. En Gunther is er ook bij. En de papa. Man. Onwaarschijnlijk. Hortense, kom maar even bij de microfoon. Ja, zet maar een hoofdtelefoon op. Goh, het is toch... zo precies, dit is het mooiste moment. Hortense, had je nu jezelf een mooiere schoondochter kunnen wensen? Ik denk het niet, hè? Nee. Dat is een engeltje die in ons gezin is gekomen. Ja, wat typeert haar nu als je haar zo eens kort moet omschrijven? Zo? Allee, kom. Ik ben een beetje van onder de indruk. Ik kan niks meer zeggen. En als Anneke staat er... Anneke, gaat het nog? Je lipje trilt. Het is dan toch gelukt, hè, meneer Peters, van tranen te krijgen. Ja, er staan hier... volgens mij staat het morgen allemaal groot in de kranten, want het staat hier vol met fotografen ook. Gunther is erbij. Hallo. Gunther, klopt het dat jij nog niet weet... of de jongen of een meisje gaat zijn. Nee, dat klopt. Heeft dat een reden? Nee, ik heb daar gewoon bewust voor gekozen, omdat ik op het moment zelf verrast wil zijn. Ja. Manneke, ik ga ze met pijn in het hart terug moeten aan jou geven. Ik ga ze enorm hard missen, joh. Dat kan ik goed geloven. Het is er 1 uit de 1000, hè? Dat is waar. En ze kan... Dat is zo raar van hen hier allemaal zo te zien. Hier in de studio, hè. Dat is... Ja, ook even de schoonvader erbij. Meneer. Als u Anne zou moeten omschrijven, zo een beeld dat u met haar hebt meegemaakt of zo, waar denkt u dan aan terug? Een familie, schoondochter. Ja. Vanaf het begin zich thuis voelen. Niet zoals ze nu praat natuurlijk. Zo, de vlotheid was er niet helemaal vanaf het begin. Maar toch wel dat gevoel, ik wil in een familie komen. Ja. Ik denk dat ze in een heel warm nest is terechtgekomen. Hè? Want waar het hart van vol is, daar loopt de mond wel eens van over bij haar. Ja, jij werkt er dagelijks mee samen. Tegen mij als schoonvader, want dat zegt ze maar af en toe. Ja. Normaal is het Jean. Ja. Hola. Ja, het is wel 50-50. Ja. Of 40-60, we gaan daar vandaag niet over discussiëren. Ja. Maar ik vind het echt prachtig. Ja. Gunther, hoe was de allereerste keer toen jij Anne eigenlijk voorstelde aan jouw ouders? Weet je dat nog? Ik weet dat nog, alleszins. Ik denk dat Anne mijn ouders heeft leren kennen. Op de verjaardag, de 21ste verjaardag van Sandrine. Ja. Op de 21ste verjaardag van Sandrine. Maar ik kan me wel herinneren dat Anne voor de eerste keer tegen mijn vader heeft gezegd dat ze mij graag zag. Ik denk dat daarna de... Ah, oei, dat kunnen beter. Music Awards was of zo. TMF Awards. TMF Music Awards. En dat was geen kiddie boel dat je dronk. Een glaasje te veel op. En ze kenden mijn ouders nog niet zo heel goed. En dan is ze tegen mijn vader gaan vertellen, ik zie uw zoon graag. Oh, de hamvraag van de dag, meneer Jean, nobele schoonvader van Anne van Elzen. Heeft ze, toen ze pas bij jullie binnenkwam, meegeholpen met een afwas? Van misschien niet de eerste keer, maar toch, wanneer is ze beginnen binnenkomen? Rond haar verjaardag, dus dat is in december. Rond haar verjaardag is ze eigenlijk voor de eerste keer beginnen binnenkomen. Ja. En voor het eerste oudejaarsfeestje is ze toch speciaal toen van Gent-Brugge naar ons thuis gekomen om de ganse namiddag mijn vrouw te helpen om alles klaar te zetten. Ja. Hortense, het is een madame, hè? Ja, eigenlijk.
eigenlijk wel, ja. Goh, man. Ik ga jullie nog wat laten genieten. Neem er een glaasje bubbels bij. Eet wat chips. Er is van alles voor iedereen. En blijf nog maar even bij ons, hè. Dank je wel. Gunther, jij mag ook blijven, hè. Oké. Absoluut. Anneke, ça va nog? Ah, wel, Dave. Chapeau, jongen. Echt waar. It's not over yet. Let's have a big time.